als ik dat door ga rekenen naar wat hij op een marathon zou kunnen, daar doet hij iets meer dan 3 uur over, is de verwachting. Pardel. Je zegt te lachen. Ja, wel flink meer open. Nou ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over inspanningstesten. Voor wie is het nuttig en wanneer? Dr. Ferrari testte zijn pupillen het liefst op de Col de Madone. Andere sportartsen gebruiken hier meestal een inspanningslab voor. Welke informatie levert een inspanningstest eigenlijk op? En hoe vaak moet je ze doen? En heeft iedere sporter er wat aan? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, hey, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het is weer vrijdag. Hoe zit je erbij, jongen? Ik zit even te kijken. Nou, ja. Jongen, uitgerust met flinke dosis wedstrijdspanning. Ja, logisch. Ja, want ik weet natuurlijk waar ik in theorie toe in staat ben aankomende zondag. Maar de theorie en de praktijk, die kunnen nogal van elkaar verschillen. Hè, exact. Ja. Laten we even voor de luisteraars die dit later terughoren. Het is vandaag vrijdag 8 april. Precies, er zijn 2 nachtjes slapen voor zondag 10 april. Waar ik een poging ga doen om mijn 4e marathon te gaan lopen, volbrengen en eens een keer tot een goed einde te brengen. Dat heb ik deze 4e keer anders aangepakt dan de eerste 3 keren. Namelijk onder de bezielende begeleiding van Guido Vroemen. Die heeft mij ook getest met een inspanningstest. Ja. En daarom zijn wij meteen tegen elkaar. Deze aflevering gaan we ook zoomen met Vroemen. Maar niet pas in het laatste kwartier, maar gewoon vanaf het begin. Dus hij is live bij ons. Goedemorgen, Guido. Hey, Guido. Goedemorgen. Ook een beetje gespannen om je pupil waarschijnlijk. Ja, uiteraard. Ja. Ik voel dat ook altijd, die spanning. Ja, dat snap ik. Het enige wat ik niet voelde, zeg, was straks de spierpijn. Dat vind ik altijd wel prettig dat ik dat niet meer heb. Want het gaat natuurlijk om de relatie uiteindelijk. Blijven jullie bij elkaar na zondag of gaan jullie afscheid nemen van elkaar? Nou, zolang die me niet de verkeerde baan instuurt, dan denk ik dat het wel goed gaat komen. Ja. Ja. Nou, het voelt goed, Guido. Het is toch een beetje gedeelde smart is halve smart. Ja. Dus ja. We hebben een mooi programma voor de boeg. Hè? We gaan eens even uitzoeken testen. Wat een inspanningstest nou eigenlijk is. Ja, ik liet dat doorschrijven. Ik heb dat gedaan met Guido. Maar ik had het ook voordat ik bij Guido was. En ik ben heel eerlijk. Ik lees er ontzettend veel over. Maar eerlijk gezegd, ja, bij mij is testen nog de Cooper-test van de middelbare school. De piepjestest ooit. De 2,3 kilometer rond het Maarse Gat met de UATT. Ja. Misschien die Want dat is wat we bij onze triathlonvereniging wel eens doen. 1 keer in de maand, geloof ik. Of 1 keer in de zomer is een beetje inderdaad. Dat is een rondje en dan wordt iedereen zijn tijd opgeschreven. Kijken of het beter doet dan de vorige. Dus dat zijn ook wel testen. Maar ja, bij inspanningstesten denk ik al sneller iets. Daar moet je ook of een mondmaskertje voor. Er worden gassen gemeten, lactaat geprikt eventueel. Allerlei verschillende soorten testen. Ik hoor eigenlijk graag van hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Ja. Met de verschillende drempels die gemeten worden. Dus ik ben blij dat Guido er vanaf begin af aan bij zit. Mooi. Ik kan vast zeggen, ik weet uit eigen ervaring, er zijn verschillende soorten testen. Voor de mensen die nu luisteren, die kunnen ook naar YouTube. Even zoeken op mijn naam, Gerrit Heikoop. Daar vind je mijn YouTube kanaal. En daar vind je een
inspanningstest die ik 4 jaar geleden deed. Dat was op de fiets met een band zonder masker. Dat was heel wat anders dan de inspanningstest die ik een aantal weken terug bij Guido deed. Dat was op een loopband met een masker. Nou, we gaan zo van Guido horen waarom en wat de verschillen zijn. Maar ik heb ook die test bij Guido gefilmd. Dus ik heb ook als een soort bonus bij deze aflevering, wordt geen audiobonus, maar alleen een videobonus op YouTube, het verslag van onze ochtend samen bij SMA, bij jou in het lab, Guido. Dus dat is mooi achtergrondmateriaal. Laten we maar bij de basis beginnen. Los van dat je er veel over hoort, Jurgen, is er een specifieke aanleiding om het hierover te hebben? Nou, specifiek is natuurlijk dat prestaties ook in de wetenschappelijke literatuur worden afgemeten aan bepaalde testen. En 2 of 3 misschien meest gebruikt is. De ene kant is de time to exhaustion test. Ja. De tijd tot uitputting. Dat je opgeeft. Ja, waarbij mensen gewoon een bepaald wattage moeten trappen. Waarbij dat wattage wordt vaak opgekrikt. En dan wordt maar eens gekeken voor en na een bepaalde training of interventie of voeding, et cetera. Ga je het wel of niet beter doen? Ja. En dan is het gewoon, ja, na 10 minuten haak je af. Want je kan gewoon niet meer. Je krijgt je benen niet meer rond. En misschien doe je dat de volgende keer na 12 minuten. Ja, dan kun je zeggen, er is een effect van die 20% interventie. 20% verbetering, zeggen we dan. Ja. Nou, ik weet dat daar veel kritiek op die test is. Omdat dat bijvoorbeeld al iets is. Ja, maar dat gebeurt in het echi toch nooit. Dat je zeg maar ergens aan de start verschijnt. En dan ziet, nou, ik zie wel wat schipstrand. En na 10 kilometer bij wijze van spreken, nou, tot hier en niet verder. In principe ga jij dan gewoon een race afwerken. Ja. Dus in die zin is een andere test die vaak gedaan wordt, een tijdloop of een tijdrit op een fiets in het laboratorium, waarbij je zegt van je gaat 20 kilometer fietsen, is wat levensechter. En dan wordt gekeken van ja, wie doet dat als snelste, zeg maar, of doe je dat sneller na een interventie? Ja, dat zijn de 2 belangrijkste. Daarna heb je natuurlijk uitspraken als effecten op een maximale zuurstofopname. Als zijnde een indicatie voor je aerobe vermogen. Functional threshold power, de FTP, je anaerobe drempel. Nou ja, omslagpunt, die worden allemaal een beetje door elkaar gehaald. Is omhoog gegaan na een training of een interventie. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste parameters die vaak gebruikt worden om iets te zeggen over sportprestatie of over capaciteiten, fysiologische capaciteiten. Alleen ja, de vraag is hoe gaat het in de praktijk eraan toe wel een beetje? Ja. Het zijn in ieder geval allerlei dingen waar je moet op wil richten, die je wil verbeteren vaak. Ja. En roept meteen de vraag op van ja, hoe meet je dat dan precies? Hoe vaak moet je dat meten? En zitten daar nog allerlei kinken in de kabels waar je op moet letten? Waar je op moet letten. Nou, laat maar eens even inchecken bij Guido. Guido, als coach / sportarts, als begeleider van een atleet, wil jij altijd meteen aan het begin een inspanningstest om te kijken waar we beginnen? Als ik geen informatie heb van deze atleet, dus ik weet helemaal niet hoe die of welke prestaties hij heeft staan, geen data van hem kan krijgen op voorhand. Ja, dan wil ik wel eigenlijk zo'n test doen om te kijken van, nou ja, hoe goed is deze atleet? En qua prestatieprofiel, hoe ziet dat eruit? Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk van belang bij een inspanningstest als deelprestatie. Daarnaast heb ik natuurlijk ook, vind ik die inspanningstest ook zo belangrijk, omdat ik dan gezondheidsparameters, hartfilmpje, hartfunctie, longfunctie, in kaart kan brengen, zodat ik ook weet dat dat allemaal goed functioneert. Ja, dus dat is dus de sportartstaak, denk ik, met name. Om te kijken, is sporten of trainen niet gevaarlijk voor iemand, omdat hij onderliggend een hartkwaal of iets dergelijks kan hebben. Ja, ja, en dat is gewoon een hele handige, nou ja, dat is voor mij de ideale combi natuurlijk. Ja. Om dat beide in kaart te brengen. En net zoals die tweede test, heb je die ook bij Gerrit gedaan? Of, wat is die tweede test? Want ja, er zijn net een heel rijtje testen langsgekomen. Het tweede stuk om te kijken naar evenwichtend. Oh, de sportmedische keuring. Ja. Ja, ja, die hebben we ook gedaan. Maar dat is natuurlijk niet per se waar we het vandaag over hebben. Nee. Als we zeggen inspanningstest. Nee, maar dat loopt gewoon mee. Weet je, als iemand een inspanning verricht, dan krijgt hij stickers op voor het hartfilmpje. En dat loopt de hele test eigenlijk gewoon mee. Om dat achteraf te bekijken of dat allemaal goed was. Ja, wordt die test nou aangeraden vanaf een bepaalde leeftijd of bepaalde risicofactoren in de familie? Eigenlijk wel.
de richtlijnen zijn een beetje, omdat verworven hartaandoeningen boven de 35 meer voorkomen dan onder de 35, wordt een inspanningstest met een hartfilmpje aangeraden voor mensen boven de 35 die dat willen weten of het allemaal goed functioneert. Ben je onder de 35, dan is er eigenlijk meer, als je dan gaat kijken naar cardiale events die gebeuren tijdens een sportwedstrijd, dan zijn het vaak aangeboren hartafwijkingen. Mm. En dan heb je eigenlijk voldoende aan een rusthartfilmpje. Ja. Ah, ja. Want ik probeer nu voor de niet-wetende luisteraar een beetje orde in de chaos te scheppen. Je hebt net afgetrapt met een hele batterij aan soorten testen. Ja. Waar wij vaak aan refereren op het moment dat we het hebben over het evalueren van bepaalde interventies. Als ik gewoon nu naar mij als atleet kijk, inspanningstest. Nou oké, dan zegt misschien mijn nieuwe trainer of coach, ik wil wel eens even kijken waar je staat. Waarom ik 4 jaar geleden voor het eerst een inspanningstest ging doen, is omdat ik een boek had gelezen wat mij aanraadde in bepaalde hartslagzones te trainen. En daar werd toen gezegd, nou, je moet niet die formule met 220 min je leeftijd doen. En je moet ook niet afgaan op de standaardzones die een Strava of een Garmin je geven. Ga nou maar eens zo'n test doen om te bepalen waar jouw drempelwaardes en hartslagzones zitten. Dat is waarom ik daar een eerste keer in aanraking mee kwam. En dat was dus op een fiets. Er was zonder masker, maar met een of andere magische band die aan de hand van mijn adem blijkbaar kon bepalen waar ik zat. Dat werd daar ook verkocht als een unique selling point, dat je niet zo'n masker op hoefde. Ik vond het ook heel interessant daarom, Guido, om bij jou eens wel helemaal volgeplakt te worden en een masker op mijn gezicht te hebben. Ja. Laten we eens beginnen met die twee testen met dat doel om die zones te bepalen. Kan je ons eens meenemen wat het verschil is tussen die twee en wanneer je nou de een of de ander nodig hebt? Ik kan eigenlijk alleen spreken natuurlijk voor mijn eigen test. Ja, en, maar ook waarom je daar een voorkeur voor hebt om dat zo te doen. Eigenlijk is dat omdat het een directe meting is. Ik meet ook gewoon hoeveel lucht er ingeademd wordt en uitgeademd wordt. Ja. En dat wordt niet van een andere parameter afgeleid. Dus als je een borstband om hebt, daar zitten dan bewegingssensoren in. Die moeten dan die beweging van je borstkas analyseren en zeggen, nou ja, hij gaat nu zoveel centimeter uitademen, zoveel centimeter inademen. Dus zal dat Daar zit een algoritme achter. Ja. Daar zit een algoritme achter. En dat algoritme haal ik eruit doordat ik het gewoon meet. Ja. Dus dat is voor mij nauwkeuriger. Het nadeel van deze test is uiteraard dat het ook gewoon veel duurder is. Maar als je er heel veel... Welke is duurder? Zoals we dat bij jou deden, met alle stickers en maskers. De materiaaltest, ja, zeg maar de materialen die je ervoor nodig hebt, wat ik heb, die materialen zijn veel duurder. Ja. Nou, en dan ben ik meteen aan het nadenken, denk ik, oké, dus die ene test, die indirecte met de band, kan ik me voorstellen, aan de hand van de ademfrequentie en het ademvolume waarschijnlijk, uitzetting van die borstkas, wel iets kan zeggen over totaal volume aan in- en uitgeademde lucht, maar niet over de inhoud, de samenstelling daar precies van. En die kun jij natuurlijk wel meten. En dan gaan we meteen, denk ik, even refereren aan de uitzending over Niels van der Poel, het polarized versus pyramidaal. Ja. Toen vertelde ik iets over de aerobe drempel en de VT1 met de respiratoire quotient. Ja. En daar heb jij later in een appje zei, ja, dat wil ik toch wel even goed uitleggen, want dat ging ik niet helemaal netjes doen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Nog kom even maar in. Waar zijn we nou op zoek, Guido? Die respiratoire quotient, even kort samenvattend. Je kijkt naar de verhouding van de CO2 die je eigenlijk uitademt ten opzichte van de O2. En die verhouding zegt iets over het substraat wat je verbrandt. Als je vet verbrandt, is die R-kuur ergens rond de 0,7, misschien 0,8. Ga je naar volledige glucoseverbranding, ga je richting de 1. Dat is wat ik weet. Ja. Ja, dat klopt. En hoe zitten die drempels daarin, de VT1 en de VT2? Laat ik even bij het begin beginnen. Wat stellen die drempels voor, hè? Eigenlijk zijn die drempels overgangen van energiesystemen die je gebruikt. We hebben 3 energiesystemen. Het aerobe energiesysteem, alleen maar zuurstof gebruiken. De brandstof voor dat energiesysteem is koolhydraat of vet. Dan hebben we het volgende energiesysteem. Als we meer energie willen, is het anaerobe
systeem. Daar zit een overgang tussen op een gegeven moment. Dat is de eerste overgang. Dat noemen we dan de aerobe drempel of de VT1. Dan wordt het ook wel zwaarder. En op een gegeven moment heb je er van die overgang weer naar heel veel anaeroob. Dat het systeem niet meer in steady state is. Dat jij het niet meer kunt bufferen, zoals we het noemen. Dan heb je de VT2, de anaerobe drempel. En dan loopt het eigenlijk spaak. En dan hou je het niet veel langer vol als je daar steeds verder boven komt. De eerste drempel, die kun je eigenlijk door middel van ademgasanalyse zien. Doordat je de hoeveelheid lucht die jij moet in- en uitademen, waaruit je dan 1 liter zuurstof haalt, blijft min of meer steeds gelijk. Ook al wordt er steeds een beetje meer weerstand op je fiets gezet. Ja, maar dat is nog wel goed om uit te leggen. Dat is in beide testen, zowel op de loopband als op de fiets, was het protocol, we beginnen ergens en iedere tijdsinterval, of het nou 1 minuut of 3 minuten is, wordt er een stap gemaakt waarin het zwaarder wordt gemaakt. Hè? Ja, het is een blokken protocol. En dan moet ik ook nog zeggen, het maakt wel uit of je 1 minuut of 3 minuten doet. Want als je 3 minuten doet, dan heb je tijd genoeg om een nieuwe evenwicht, nieuwe steady state te bereiken. Ja. Dat heb je bij 1 minuut niet. Nee. Dus een 1 minuut protocol is eigenlijk alleen geschikt om je maximaalwaardes te halen. Te bepalen, sorry. Ja. Soms, daar worden uiteraard ook wel tussen, na afloop worden de analyses gedaan, zodat je aerobe en je anaerobe drempel daaruit worden gehaald. Maar dat zijn dus inschattingen. Ja. Ja. En niet echt metingen. Die zijn vaak te hoog. En noem die worden daardoor gecorrigeerd. 3 minuten heb je echt nodig voor die steady state en dan kun je het gewoon goed aflezen. Ja. Noemen we dat eerst eigenlijk het ramp protocol. Ja. En dat is meer die time to exhaustion test. Ja, eigenlijk is een ramp een soort drempel. Nou ja, een korte stapjes eigenlijk per 6 seconden een paar watt. Ja. En dan voel je niet eens. Eigenlijk wordt het dan een schuine lijn die steeds zwaarder wordt. Ja. En wat ik doe met die 3 minuten is gewoon een blok van 20 watt er bijvoorbeeld bij. En dan blijft die 3 minuten lang. En dan komt er weer 20 watt bij. Ja. Dan ik onderbrak je op het punt dat je uitlegt. Die eerste drempel kun je zien dat er 1 ingeademde liter zuurstof is nog steeds nodig. Maar de inspanning wordt zwaarder. Ja, dus je hebt een bepaalde hoeveelheid ventilatie nodig om 1 liter zuurstof uit te halen. Maar als de inspanning te groot wordt, dan zie je dat dan op een gegeven moment de ademarbeid om 1 liter zuurstof op te nemen groter wordt. Dus die lijn die eigenlijk een beetje horizontaal blijft, die gaat ineens een heel klein knikje krijgen naar boven toe. Omdat je meer arbeid moet verrichten om weer 1 liter zuurstof eruit te halen. Want er komt een klein deel anaerobe motor erbij. Mm-hmm. Die erbij gaat werken. Omdat de energie die je nodig hebt groter wordt dan je alleen maar met je aerobe motor kan bewerkstelligen. Ja. En dat gaat de tijd heel goed. Hè? Dat blijft dan langzaam ook steeds een beetje stijgen. Maar op een gegeven moment kun je de lactaat die geproduceerd wordt door de anaerobe motor niet meer voldoende gebruiken als brandstof. Want het is brandstof. Mm-hmm. Moet het niet, hè, vroeger dacht de mens dat het afvalstof was. Het is brandstof. Het wordt opnieuw gebruikt. Daar hebben we enzymen voor om energie uit te halen. Maar die enzymen hebben ook een maximale capaciteit. Als je daaraan zit, dan kom je dus daarboven en dan wordt er nog steeds meer lactaat gemaakt. Alleen maar die maximale capaciteit om brandstof uit te halen is beperkt. En dan zie je dat eigenlijk de tweede knik komt, doordat er veel CO2 vrijkomt ook daarbij. Ja. Helder. Dus je hebt twee knikken. Meet jij dus in die ademgassen, dus niet alleen in de volumeteugen, maar ook de samenstelling in wat er door dat masker wordt uitgeblazen. Ja, als je dat masker goed bekijkt, daar zit een turbine in. Dus dat is een vaantje wat ronddraait. De ene kant op als je inademt, de andere kant op als je uitademt. Daardoor kan de software dus analyseren wat is een inademing, wat is een uitademing. Dan weet hij ook hoeveel volume dan
door die turbine heen en weer gaat. En er zit er ook nog eens een sampleslangetje die steeds een monster neemt van de inademingslucht en van de uitademingslucht. Dus daar heb je concentraties. Inademingslucht is gewoon buitenlucht, lab, hè, wat ja. in het lab mm-hmm. is. Dat is zeg maar ongeveer 20% en een beetje zuurstof. Wat eruit komt, is minder, want daar haal je natuurlijk zuurstof uit. Zeg maar, laten we zeggen 16%. Als je dat met volume alles gaat berekenen, dan weet je hoeveel milliliter zuurstof je per minuut hebt opgenomen uit die buitenlucht. Ja. En zo kun je dus ook zien hoe dat steeds verder gaat oplopen tot een bepaald maximum. Exact. Ik denk vastluisteraars herkennen een patroon. We zitten in de eerste, eerste helft van de aflevering altijd lekker diep onder een motorkap. Dus we zitten nu op nitty-gritty niveau. Begrijpen we hoe een inspanningstest werkt? Wees gerust, lieve luisteraar. We gaan echt wel terug naar hoe maken we dat praktisch in het trainen. Maar dit willen we dus weten. Je legt ons goed uit hoe dit werkt. Om uiteindelijk vast te stellen waar bepaalde zones liggen, toch? Ja. Ik neem aan, hartslagzones of niet? Klopt, je gaat die zones, wat ik net zei, die knikpunten ga je uit die grafieken halen. Ja. Daar zie je dus zeg maar overgangen van volledig aeroob naar aeroob, anaeroob in steady state naar niet meer in steady state. Die overgangen, dat zijn natuurlijk niet, ja, die horen niet bij één hartslag of bij één vermogen. Dat is een geleidelijke gebied. Dus dat zijn, ja, weet je, 5 hartslagen. 10, 20 watt vermogen, daar moet je het een beetje in kijken. Maar dat kun je wel in de test terugzoeken. Want kijk, bij de overgang van 200 watt naar 220 watt... zie je dat de eerste knik verschijnt. Ja. Mm-hmm. Bij die inspanning is de hartslag 130 slagen per minuut. Dus dan heb je dat omschreven, dat is dan het eerste gebied. Alles wat daaronder zit is eigenlijk aerobe duur. Ja, ja, ja. En zo kun je eigenlijk verder gaan. Als je naar boven gaat, intensiever inspannen, dan kun je dus op een gegeven moment krijgen een tweede knik. Die zit waarschijnlijk bij 300 watt. Ja. En dan heb je een hartslag van 160. Ja. En zo dan uiteindelijk, en ik merk namelijk als ik naar je luister, denk ik, dat hebben we in het begin eigenlijk even niet zo goed neergezet. Waarom? Hè? Waarom zou ik een inspanningstest doen? Maar daar komen we dan nu. Want door die hartslagzones of vermogenszones, heb ik zo ook nog een vraag over, goed te weten, kan je vervolgens heel gericht in een bepaald gebied gaan trainen of een bepaald energiegebied trainen. En dan zijn we terug bij wat we praktisch buiten doen. Wil ik toch nog weten, ga je nou volledig op eigenlijk je ventilatoire parameters af of prik jij ook lactaat er echt bij? Als bevestiging inderdaad dat lactaat waarschijnlijk wat gaat stijgen bij die aerobe drempel al en nog veel verder gaat stijgen bij die anaerobe drempel. Doe je dat allemaal samen? Nee, niet meer. Niet meer. Omdat dat eigenlijk niet heel veel extra toevoegt. Okay. Het kan wel zorgen voor verwarring. Als bijvoorbeeld lactaatmonster onvoldoende volume heeft. Als er een kleine druppel is die je daardoor op je lactaatstrookje hebt. Ja. Dan meet hij ook heel laag. Ja. En dan lijkt het, ik heb nu een heel laag lactaat. Terwijl ik helemaal stuk ben. Lijkt heel raar dit. Ja. Dus eigenlijk kun je maar beter gewoon bij één methode blijven. En niet allerlei verschillende methodes naast elkaar. Om dat allemaal... Precies. Ook niet om dat een soort van te crosschecken. Want inderdaad, je raakt nu aan een ouderwetse methode, toch? Vroeger konden we dat niet zo meten. Maar moesten maar we nog steeds gebeurt het, denk ik. Maar dat is denk ik wel het punt waar mensen in verwarring raken. Als dingen gepubliceerd worden of onderling vergeleken, als die test net even anders is, dan is voor de ene geld dus de anaerobe drempel op een andere manier bepaald. Die kan dan net even anders liggen als met een andere methode. Waarom is er niet gewoon afgesproken met z'n allen, jongens, we gaan het op deze manier doen en niet anders? Waarom zijn er in heel Europa verschillende stopcontacten, Jurgen? Ja, waarom? Ja, weet je, dat sommige mensen hebben gewoon heel veel ervaring met lactaattesten en die willen niks anders doen dan dat. Ja. En ik heb heel veel ervaring met ademgasanalyse testen en ik denk dat daar nog veel meer informatie uit kan halen dan lactaat. Hè? Want lactaat zegt iets over hoeveel lactaat er in het bloed zit, zegt niet iets over hoeveel zuurstof ik heb opgenomen. Of welke type brandstof ik heb gebruikt. Ja.
En nogmaals, jij kijkt puur eigenlijk naar de mechanica van de long, van de respiratie, zonder eigenlijk te kijken of er nou daadwerkelijk ook al meer CO2 ten opzichte van O2 wordt geproduceerd. Lees dat er meer glucoseverbranding gaat plaatsvinden bij dat eerste ventilatoire threshold punt. Bij dat eerste punt hoef je inderdaad, dan is de RER wat je nu hebt, ja, hè, dus de verhouding tussen O2 en CO2, dat heeft daar geen invloed op. Nee. Want het gaat er namelijk om hoeveel zuurstof je nodig hebt. Ja. En sommige mensen die heel slechte vetverbranding hebben, hebben misschien al een RQ van tegen de 1 aan. Ja. Die zijn gewoon heel slecht erin. Ja. En dan zou je hem helemaal verkeerd gaan leggen, want dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Ja, helder. Ik vind het wel interessant wat je nu doet. Je vraagt eigenlijk, wat haal jij nou nog meer uit zo'n inspanningstest als we toch bezig zijn? Je zegt hier iets over vetverbranding. Daar gaan we het over een paar weken over hebben, als we het hebben over nuchter trainen. Kan jij nou in je test ook, komt daar nou ook een score uit in hoeverre, in welke mate ik nou een vetverbrander of een glucose verbrander ben, of dat toch niet? Ja, in principe wel. Daar moet je altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn om daar harde conclusies aan te verbinden. Omdat je dan eigenlijk, als je daar heel nauwkeurig iets over wil zeggen, ook iemand moet instrueren wat hij de 3 uur ervoor nog wel en niet mag. Ja, eten. Dat heeft te maken met eten, drinken. Ja. Stel, je hebt net een zak winegums op, uurtje van tevoren. Ik doe het wel eens, maar niet voor de test. Ja. Dan krijg je wel hele verstoorde waardes. Ja, helder. Oké, dus daar kijk je niet meteen naar. Want ik werd getraind. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Ik kijk er niet direct naar, maar je ziet wel, zeg maar, trends. Dat je denkt, hé, als iemand bij begin van de test eigenlijk al heel snel naar 90-95% koolhydraatverbranding gaat, dan zegt mij dat wel al iets van, ja, maar je doet eigenlijk nog heel weinig. Ja. Volg je gevoel, maar je moet al je energie nu al halen uit allemaal koolhydraten. Ik durf het bijna niet te vragen met nog 2 nachtjes te gaan, maar heb je mijn data nog bij de hand? Ja. Hoe deed ik het eigenlijk daarop? Ik heb het niet meer praat. Of heb jij me die was helemaal niet zo slecht. Die was helemaal niet zo slecht, anders had ik je dat nog wel. Oh, gelukkig. Dus ik kan wel gaan leunen op mijn vet. Nee, nou, maar fijn. Ik ben wel benieuwd. Dat is voldoende. Kijk, je hoeft niet alleen maar vetverbranding te hebben. Nee, exact. Maar het is niet dat ik een soort suikerboer maar ben. Maar hoe ging jouw test? Nee. Leg nog even uit. Ja, nee, ik ben nog even de testen aan het ontrafelen. Ik ga het zo over mijn resultaten hebben. Guido, dat hebben we niet afgesloten. Dus ik weet niet of het even in de computer erbij moet zoeken. Mag allemaal gedeeld worden, vind ik best. Ik wilde namelijk eerst nog even een ander groot verschil weten. Fietsen of lopen. Want mijn test 4 jaar geleden was fietsend. Ja. En bij jou ging ik op de loopband. 2 vragen. Wat zijn de verschillen en waarom kies je voor het een of het ander? Dat zijn niet zo'n hele moeilijke vragen. Jij wilde deze test doen omdat je marathon wil gaan lopen. Dus is er maar 1 optie. Als je wilt gaan testen, dan moet je specifiek testen. En dan moet je gewoon, als je een loper hebt, moet je lopen. En als je een fietser hebt, moet je fietsen. En als je een schaatser bent? Dan hebben we niet de mogelijkheid om je een schaats. Ik heb geen schaatssimulator. Maar dan zul je waarschijnlijk ook gewoon, om het heel nauwkeurig, dan zul je schaatstesten ook moeten doen. Hè? Dus dan rondjes 30 rijden bijvoorbeeld. Ik ken wel iemand, die kon dat heel vaak. Ja. Ja. En dan zou je wel moeten lactaat prikken als je dat bij de schaatsbaan doet. Ja, dat kan. Maar je hebt ook mobiele VO2-meetsystemen, hè? Okay, dus dan kun je eigenlijk gewoon met je masker. Nou, die zijn nog veel kleiner. Dat je alleen maar een VO2 master. Die klikt een mondstuk voor erop. Op het masker. En je kunt gewoon schaatsen. Okay. Ja. Met je telefoon in je zak. En hij registreert alles op de app. Oh, dat vind ik wel interessant. Dus je kan dan echt ook al mobiel en in de sport specifiek meten. Ja. Nou, hier gedachte-experiment. Krijg ik toch antwoord op mijn vraag. Wij zijn triatleten. Je moet een triatleet testen. Laat je hem dan fietsen of lopen of allebei? Zwemmen. Ja, zwemmen is ook alweer een probleem inderdaad, dat laat ik dan helemaal. Maar er zijn, weet je, sowieso, je kunt in de streamer met een snorkel, waarop je het apparaat klikt, dan kun je de zwemmers testen. Maar ik wil weten, ga ik als triatleet bij jou op de loopband of op de fiets en waarom? Ja, daar heb ik ook een triathlon specifieke test voor ontworpen. En dan ga je eerst fietsen, daarna heb je even een momentje om schoenen te wisselen, even andere kleding aan als je dat doe je wil. Allebei. En dan ga je daarna lopen. Ah, ja.
Je hebt een dubbele test. Ja. Want dus eigenlijk de les, of wat jij zegt is, je moet eigenlijk zo sportspecifiek mogelijk testen, want dan krijg je ook de zones die horen bij die inspanning. En wederom heb je dan niet een soort rare modellen en rekenslag om dat te veranderen. Want daar had ik het laatst wel met iemand over. Je hartslagzones en die waardes zijn voor lopen anders dan bij fietsen, toch? Ja. En waarom is dat? Eigenlijk wel. Alleen moet ik wel toegeven, als je echt hele goede triatleten hebt die allebei de sporten, tenminste het fietsen en het lopen, heel goed ontwikkeld hebben, die komen aardig dicht bij elkaar in de buurt. Aha. En vaak is het wel zo dat de lopers het looponderdeel meer energie kost dan het fietsonderdeel. Omdat je daar steeds toch wel je lichaamsgewicht moet verplaatsen. En technisch gezien is lopen veel lastiger dan fietsen. Fietsen is een beweging die kan iedereen redelijk goed efficiënt uitvoeren. Dat is bij lopen lang niet het geval. Dus iemand die inefficiënt loopt, heeft gewoon een hoger energieverbruik. Daarbij een hogere metabole energie, zoals we het noemen, met eigenlijk minder mechanische energie die eruit voortkomt. Ja, misschien is dit een goede cue om nog even te herhalen wat jij daarover zei in mijn waardes, Guido. Hoe zat het ook alweer met die loopefficiëntie bij lage inspanning? Ja. Nou, hij glundert helemaal. Ik denk dat jij wil weten of horen de running economy. Ja. Dat had toch hiermee te maken, hoeveel energie het kost om een beweging te doen? Ja, dat klopt. Weet je, dat viel bij jou inderdaad op, dat jouw running economy, oftewel hoeveel zuurstof heb jij nodig om een bepaalde afstand te kunnen lopen, en dat wordt uitgedrukt in kilometer, per kilometer wordt dat dan. En ik kwam bij jou uit, en laat ik even voor de duidelijkheid stellen dat je bij hele goede, zuinige lopers uitkomt op 180 of soms misschien nog wel lager. Ja, uit welk land komen die? Afrikaanse landen. Kenia zo? Kenia. Ja. En als je hele onzuinige lopers hebt, dan komen die uit richting de 240. Dus 180, 240 is een beetje de spreiding. Nou, jij zat heel dicht tegen die 180 aan. Laat ik niet zeggen 180. Wow. Ja. Dus hij zei gewoon tijdens die test tegen mij, hij zei, Keniaanse waardes. Nou, we hebben het over een paar weken met elkaar in het theater in Leersum over placebo. Het is in me gereed, maar de moraalboost die dat heeft gegeven. Ja. Ja. Als ik het zwaar krijg over 2 dagen, dan denk ik gewoon Keniaanse waardes. Maar dan moet je vooral je stijl dus altijd goed houden. Ook al krijg je het moeilijk, hou je stijl goed, want dan blijf je zuinig lopen. Ja. Want welke snelheid was dit? Precies, laten we het gesprek ook maar helemaal afmaken. Okay. Want ik zei, nou, dat is mooi. Ja. Dus dat was bij lage waardes. Ja, ja. En toen zei Guido terecht. Bij 12 kilometer per uur ongeveer. Ja, 13 kilometer per uur ging het ook. Nog 14 werd het al, weet je, dan kom je richting zijn drempel. Ja. Zijn anaerobe drempel. En 15, dan telt deze waarde eigenlijk niet meer. Want dan ben je te anaeroob bezig. Ja, ja. Dus om het in context te plaatsen, jij zei, je hebt wel Keniaanse waardes bij lage snelheden. Het verschil met de Keniaan is, die heeft deze waardes ook bij hoge snelheden. Ja, want daar ligt het plafond. Kijk, bij Gerrit lag het plafond natuurlijk. Ik weet het niet, ergens in de 50, boven de 50 milliliter zuurstof per minuut per kilogram. Bij die Kenianen zitten we dan, dan lopen we heel rustig. Ze hebben een plafond dat richting de 70, 80 gaat. Ja. Dus ja. Hè? Maar ik snap jou wel. De rol van coach is natuurlijk ook om zijn pupillen te motiveren. En, dus, een beetje goed gevoel te geven. Zeker. Ja. Dat doe je goed, Guido. Hey, voordat wij verder de diepte induiken. De rol van de coach is om zijn pupil goed en hard te laten trainen. Nou, dat hebben we ook de afgelopen maanden gedaan. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om heel goed te herstellen. Zullen we even een snelle hersteltip doen? Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere 2 weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze nieuwe partner Blackroll. Deze week hebben we het over de beste hersteldrank. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou, wist je dat in een overzichtartikel van 12 wetenschappelijke studies geconcludeerd werd dat chocolademelk zeker zo goed voor het herstel na inspanning is als een commerciële hersteldrank? Oh, interessant. En hoe gebruik ik dat nou concreet om deze week praktisch aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door na je zwemtraining, je rit op de fiets of je hardlooptraining niet ingewikkeld te gaan doen met een officiële hersteldrank, maar gewoon een glas chocomel te drinken. Smaakt heerlijk ook.
Ja, klinkt lekker. Ik ga er meteen mee aan de slag. Doe dat. Powered by BlackRoll. Ja, zo. Nou, daar kunnen we mee aan de slag. Onze Keniaan. Ja, terug naar de inspanningstest. Maar leuk. Ja, jij hebt hem gedaan. Ik ben toch benieuwd welke snelheid begin je zo al? En hoe lang was je bezig? Dat gaan we vertellen. En nog één ding om even terug te komen op fietsen versus lopen. Ik zag er een beetje tegenop. Veel is mentaal. Want ik zei al tegen Guido, moet ik tot uitputting? Want dat was 4 jaar geleden op die fiets. Moest ik inderdaad net zo lang tot ik niet meer kon. Nou, dat vind ik mentaal al moeilijk. Als je al van tevoren weet, dit houdt niet op. Totdat je zegt, ik kan niet meer. Maar dat is op de loopband ook net anders, hè Guido? Ja, bij het fietsen kan ik natuurlijk gewoon doorgaan tot je die benen niet meer rondkrijgt. Dan houdt het gewoon op en dan sta je stil. Ja. Die loopband stopt niet meteen. Als je dan denkt, god, ik kan niet meer, ik stop. En dan gaat het niet goed. Want dan word je aan de andere kant eraf gemieterd. Maar dat vond ik wel toch mentaal. Dat is dus een verschil met een loopbandtest waarbij jij al van tevoren zei, nee, we hoeven niet tot uitputting. Het is als we eenmaal die tweede knik hebben, dan zijn we er wel. Ja, want ik wil eigenlijk die twee overgangen wil ik weten. En hoe ver je dan voorbij die tweede overgang door zou kunnen gaan, dat is ook interessant. Maar dat kan je dan beter een keer meten buiten op een atletiekbaan. En daar loop je gewoon een keer maximaal een 800 meter of een 1000 meter. En dan bepalen we daar aan de hand van wel wat jouw maximale vermogen of snelheid is wat je dan kan halen. Ja. Dat zeg je, die waarde heb je niet per se nodig om een effectief trainingsprogramma te maken. Nee, want die voor zeker niet voor een marathon hoef ik je. Het is niet als een wielerkoers die je allemaal in een peloton tot aan de laatste kilometer en dan wordt de sprint aangetrokken en dan moet jij het afmaken in de sprint. Nee. Zo heb ik tenminste nog niet zo vaak een marathon gezien. Het zou wel interessant worden, denk ik. Ja. Oké, maar nu denk ik van dat ik het al weet. Jij had een hartslagband om, denk ik, want je hartslag werd gemeten. Nee, ik had geen hartslagband om. Ik had een stuk of 9 plakkers over mijn hele lijst. Dat was natuurlijk inderdaad jouw ECG, jouw hele uitgebreide ECG. Ja. Je vermogensmeter, had je die ook om? Op mijn schoen, zeker. Zeker. Ja. Je ademgasapparatuur. Masker op, dus ook even wennen. En dan op die loopband beginnen misschien bij 8 km/u of 9. Maar begonnen we ook weer? 10. Oké. En dan ik vraag het aan Guido, die weet dat. Ja, 10. Om ja. de 3 minuten stap je omhoog met 1,5 km/u? 1. 1. Hele. Oké. Dus 10, dat wordt hard als je 11, bij 14, 15 12, bent. 12, zei hij. Ja, je loopt als een Keniaan. Ja, nou, dat zei hij pas later. Toen, Uiteindelijk ben je geëindigd bij welke snelheid? Op 16 of 17 hebben we hem uitgezet, hè? Ja, 17. 17. Ja. En dan ben je totaal, ben je niet zo heel lang bezig. 25 minuten of zo rond die koers. Ja. Oké, welke getallen rolden daar nou uiteindelijk precies uit? Of mag Wat bedoel je? Wil je mijn zones weten? Ja, ik wil het wel weten eigenlijk. Ja, nou, ja. Hebben we die bij de hand? Of heb je dan ook zijn maximale zuurstofopname capaciteit? Ja, die was maar, dus niet zo hoog die dag. Tenminste, die was lager als dat ik hem wel misschien gezien moeten had. We daar maar mee beginnen. Vind maar ik wel leuk. Heb je goed gehoord dat hij zei dat hij ook niet zo interessant vindt? Hè? Nee, maar dat vind ik wel. Want de kranten vinden dat heel interessant. En dat meld ik omdat onze vriend Germay, die de wielrenner. Die Gent Wevelgem won. Er stond in de Volkskrant een stuk. Ja, hij heeft een hogere zuurstofopnamecapaciteit dan Froome. 86 namelijk, zonder een eenheid erachter, vind ik altijd wel leuk. Ja. Gewoon, wat is jouw zuurstof van hem? 86. Ja, je hoorde het net al van Guido, hij zei het al. Kilo, in de 50's. Noem maar op. Ja. Nee, maar dat is dus toch een heilig getal voor heel veel mensen. En ik zelf vind het ook altijd wel heel leuk om dat een beetje te weten van anderen. Okay. Dus Germay zit op 86 milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht. Froome op 84. Keniaan op 70, hoorden we net al. Ja, en die Oscar Svensson, dat is de hoogste ooit gemeten wielrenner, een Zweed. Die zit op 96, 97. Ja, die is 2 jaar prof geprobeerd. Is het nooit geworden, zeg maar. Okay. Dus men pocht nogal met die cijfers. Dus maar, jij wilt nu gewoon weten. Guido, wat was het? Bij hem was 47 als hoogste gemeten. Oké. Ja. Maar, daar moet je dan wel bij denken, 47, dat was dus een niet maximaal Ja. Precies. Gelopen op het eind. Ja. Dus waarschijnlijk
is zijn V2 Max net iets boven de 50. Als ja. we dat hadden doorgetrokken. Blijft nog steeds een stuk lager natuurlijk. Maar zijn gewicht is ook niet heel laag. Hè? Hey. En dat dus is gewoon kilogram, niet omdat ik ja. dik ben, maar gewoon stevig gebouwd. Ja, per kilogram kom je dan uiteraard wat lager uit. Maar ja. als je ergens tussen de 50 en de 55 zit, zit je nog steeds heel erg goed. Ja. Gecombineerd met die goede, lage running economy kun je dus best hard lopen. Ja. ja. Nou, ja. fijn. Maar, en toch, dan twee vragen van luisteraars die regelmatig binnenkomen. Ook op Instagram en in gesprek die ik met ze heb. Vraag 1. In hoeverre is nou die Garmin... Die zegt namelijk, toen ik die test bij jou deed, toen zei hij ja. inderdaad rond de 51, maar wij trainen ja. stug door. En nu zegt Garmin dat hij 56 is. Ja. Hoe betrouwbaar, vragen veel mensen ons, is nou die waarde die zo'n sporthorloge over je VO2 max geeft? De calculaties die erachter zitten bij Garmin zijn heel erg vernuftig en heel goed. Ze weten namelijk hoe zwaar jij bent, want dat vertel jij in jouw app. Ja. Die trainingen die je ermee doet, dan weet jouw Garmin ook... Ah, hij loopt zoveel... In zoveel tijd loopt hij die snelheid. En hij heeft ook wel eens een keer zo hard gelopen op een kilometer of op 5 kilometer. Al die dingen bij elkaar kan hij dus gaan berekenen. Als iemand van dat gewicht zo hard kan lopen, dan moet hij dus een bepaalde... zuurstofopname daarvoor hebben. Mm-hmm. Maar daar moet je dus ook een aanname voor doen. Hoe hoog of hoe laag is de efficiëntie ja. van het lopen? De running economy. Mm-hmm. Aangezien jouw running economy vrij goed is, dus een laag getal is, en wat Garmin rekent, die een zit gemiddelde bij waarschijnlijk. Een wat hoger gemiddelde. Dus die denkt, nou ja, die heeft ook een normalere... hogere running economy, dus die heeft meer zuurstof nodig. Dus zijn max moet dus ook hoger liggen. Ja. Ah, ja. Dus in mijn geval is die waarde te hoog. In jouw geval wel. Ja. ja. En in iemand anders geval kan die waarde te laag of te dingen zijn. Ja. Dat okay. weet je niet. Dat weet je dus niet, nee. Want dat wordt niet meegenomen, of in ieder geval dat wordt meegenomen als gemiddeld. Kom mij bij vraag 2 over die VO2 max. Is me steeds onduidelijk, is dat nou... trainbaar of is dat een aangeboren talent? Ik bedoel, kan ik als ik maar doorga en in Kenia gewoon bij die 70 komen? Of is het nou eenmaal de motor waar ik mee geboren ben? Het is wel trainbaar, maar tot op zekere hoogte. Want daar komt de beperking van je aangeboren talent. Ah. Weet je, als je nu kijkt wat je, hè, je ongeveer 50 zult hebben. Dus laten we dat nemen. En je traint best genoeg en best veel, dan zul je niet meer 5 of 10 milliliter winst kunnen gaan halen door het dubbele te gaan trainen of zo. Want dan die winst haal je daar niet meer uit. Als je nou dit had en je zou al jaren niks gedaan hebben aan training, dus nul trainingservaring, dan heb je daar nog potentie in zitten van ja, maar ik doe helemaal niks op een dag. Dus dan kun je dat gaan wakker maken, dat onbenutte potentieel. Ja. Ja, maar want uiteindelijk, die VO2 max is een indicator voor wat er, max zegt het al, maximaal haalbaar is qua sportprestatie, toch? Wat je mogelijk snelste tijd is, wat je mogelijkste harde snelheid is, of niet? Maar wel bij aerobe inspanning, hè? Daar hebben we de Niels van der Poel 5 kilometer en 10 kilometer weer. Dat is een aerobe inspanning, hè? Dat is 6 minuten, 12 minuten. Daar telt je aerobe motor heel erg mee. En een aerobe motor... Dat is je VO2 max, een getal voor, hè, hoe groot en hoe sterk die is. Daar moet je, hè, dat zijn aerobe prestaties, dus dat is eigenlijk 5 minuten en langer. Precies, dus mijn 10 kilometer tijd of mijn marathon tijd. Ik bedoel, ik kan nog wat afvallen, ik kan nog wat spieren. Maar ergens zitten we, kunnen we wel een soort van gaan bepalen wat het maximum is. Plus ik word ieder jaar ouder en dan gaat het allemaal ook nog achteruit. Ja, maar misschien is dit goede, dus nu aerobe. En nu gaan we, denk ik, is het wel leuk om dan te gaan richting... Dat andere getal waar natuurlijk altijd naar gewezen wordt. De FTP. Ja. Of eigenlijk je omslagpunt. Of misschien critical power. Net heel veel termen. Is dat allemaal hetzelfde ongeveer? Nee. Of worden we dan weer heel genuanceerd? Maar het is wel goed dat Guido dat nu even, denk ik, uitlegt. Ja, het is niet hetzelfde. FTP is eigenlijk, als je het volgens de theorie bekijkt...
is het, het hoogste vermogen wat je kunt volhouden gedurende 60 minuten. Oh ja. Dus dan kijken we echt naar een uur. Wat kun jij een uur lang trappen of hardlopen? Want dat moeten we ook meenemen nu. Dat is je FTP. Critical power, dat komt eigenlijk uit de critical power model. He, dan heb je meerdere punten in een model en je doet een 1 minuut test en je doet een 5 minuten test en een 20 minuten test en daar komen allebei waardes uit, of alle drie waardes uit van een bepaald vermogen. En een model kan daar de meest geschikte lijn doorheen trekken. Ja, en dan kom je uit op een critical power waar eigenlijk aan het rechterbeen van de grafiek, waar die een beetje bijna horizontaal gaat lopen. Dat is je kritische vermogen wat je dan nog net in evenwicht kunt volhouden in een steady state. Ga ik je weer onderbreken, maar die functional threshold power en ook die critical power, dat zijn dan toch de waardes waar soort van het omslagpunt, die moet je nu nog aanleggen, maar waarboven je het dan niet meer lang gaat volhouden? Het verschil zit hem in die FTP, is eigenlijk 60 minuten. Critical power kan ook 30 minuten, 35 minuten, 40 minuten. En dan wordt hij hoog. Dus daar zit, precies, daar zit het in. Als je een critical power hebt van 300 watt en dat de tijd die daarbij hoort is 40 minuten, dan zal je FTP 60 lager. Minuten net iets lager liggen. 295 watt. Het scheelt niet veel. Het scheelt wel wat. Ja. Maar is critical power niet dat eigenlijk het vermogen wat je oneindig lang kan volhouden? Nee, dat legt hij net uit. Ja, maar zo wordt dat in het model vaak wel neergezet. Ja, maar eigenlijk moet je het critical power model op twee kanten afkappen. Ja, ja. Dat is tegen de y-as aan, dus nul, want dan gaat hij naar het oneindige toe. Ja. Dat klopt niet, want dat kan niet. En naar, zeg maar, hoe verder je weggaat naar hele lange duur, klopt die ook niet meer. Nee, want precies. Dan krijg je andere dingen die gewoon beperken dat je het niet meer volhoudt. Ja. Maar dan heb je de hebben we nog omslagpunt. Oh, ja, maar dat vind ik FTP wel. Vaak wordt gezegd 20 minuten test die ik toen ook heb gedaan, weet je wel, voor mijn... Voor die aflevering. En daar dan 95% van nemen is dan je FTP voor een uur. Dat is ook wel weer een schatting natuurlijk. Min of meer betrouwbaar, wel... Ja, prima. Want dat is eigenlijk 0,95, want het is 1/3 van de tijd die je een uur kunt volhouden. Ja. En dan hebben ze eigenlijk een exponent, gaan ze dan toepassen, omdat je dan tot de macht 0,07 of min 0,07, dat getal, dan kom je uit op 0,95 of 95%. Ja. En zo dan wordt dat dan berekend. Omslagpunt? Ja. Ja, dat is eigenlijk, weet je, dat ligt daar natuurlijk. Omslagpunt noemen ze dus eigenlijk, dat de steady state die je nog net wel had, is boven je omslagpunt niet meer aanwezig. Precies. Dus dat is een beetje diezelfde critical power, FTP. Ja. Het ligt heel dicht bij elkaar, alleen er zit een klein beetje verschil in. Maar voor zones, als je het gaat gebruiken, voor zones in te stellen, dan maakt 5 watt voor instelling van een grens niet veel uit. Want dat kun je toch niet tijdens je training. Ja. Ik moet er nog even 5 watt bij trappen. Nee, nu weer 3 watt minder. Ja. Nee. Je hebt altijd gebieden van 10, 20 watt waarin je blijft trappen. Maar voor een wielrenner bijvoorbeeld die een beklimming van Alpe d'Huez moet doen, is eigenlijk FTP. Ja. Is wel de maat, hè? Want ik bedoel, hoe hoger je dat hebt per kilogram lichaamsgewicht. Ja. Daarom zat ik net even te lachen. Ik bedoel, wij zitten hier als 3 nerds zo technisch te praten. Ik volg het nog, ik vind het helemaal leuk. Ik zit aan mijn moeder te denken, die is volgens mij al lang afgehaakt. Maar uiteindelijk komen we nu terug naar buiten. Maar waarom wil je deze waardes nu allemaal weten? Is inderdaad, als je er van toe op gaat klimmen of als je een wedstrijd gaat doen, wil je volgens mij proberen zo dicht mogelijk tegen dat omslagpunten gaan zetten. Tenminste, als je een duur wedstrijd gaat doen. Want dat is dan wat je zo hard mogelijk, zo lang mogelijk kan volhouden. En toch? Als je weet, kijk, noem we zijn 3 kwartier onderweg. Dit is waarom we het allemaal doen, mensen. noem het voorbeeld van die Alpe d'Huez. Ja. En je wilt die gewoon je wilt proberen dat in een uur om daarboven te zijn.
en je weet je FTP, dan moet je, ja, mijn FTP is wat ik een uur lang vol kan houden, dus ik moet dat rijden. Ja. Want anders ga ik het nooit redden. Dan kun je daarop gaan trainen. Ja. Ja. Als je rekening houdt met de hoogte, maar daar komen we ook nog. Jongen, lekker technisch. Ja. We hebben nog één belangrijke vraag te gaan. Denk wat is nog jouw, meer? Want de FTP, dat is voor het wielrennen belangrijk. Hoe zit het met het hardlopen? Hoe noemen we dat dan? De functioneel, ook het ja, die Stride app heeft ook FT een FTP. Snelheid. Ja, ja. Wat ja, is jouw threshold speed, ja, kun je zeggen. Hè, dat wordt gebruikt, maar eigenlijk wordt bij lopen ook gewoon ook critical power ook gebruikt. Net en welke als, is hè, dat van Gerrit dan? Jouw snelheid of jouw echte vermogen? Ja, en is dat dan ook de waarde waar ik op weg moet, ja, zondag? En ga ik dan 3,5 uur je vertellen op die waarde lopen? Of gaan we nog zeggen, je moet wat langzamer in het laatste uur of harder? Of? Ja, nou ja, critical power is dus gewoon hetzelfde. Dat is eigenlijk FTP, critical power 60 minuten. Ja. Dat hebben we net gezegd. Bij Gerrit is die critical power ondertussen 320 watt geworden. Zo. Dus dat is langzaam steeds een beetje meer gestegen. Dat is 4 watt per kilogram voor hem. Mm-hmm. Als ik dat door ga rekenen naar wat hij op een marathon zou kunnen, daar doet hij iets meer dan 3 uur over, is de verwachting. Pardel. Je zegt een lachje. Ja, wel flink meer open. Nou ja, ik heb iets gezegd, hè. Dus je weet niet hoe ik met iets bedoel. Nee, half uur iets. Ja. Nee, maar wat je, als je critical power van het lopen, en dat, daar komen ze meestal een beetje uit op die 10 kilometer snelheid. Dan gaan we naar die marathon, dan moet je op 90% gaan zitten van je critical power. Oké. Okay. Dus 320 maal 0,9, dus dan gaan we uit straks op 290 watt. Dat is het streefvermogen waar hij op moet letten tijdens de race. Van ja, maar dit moet ik een beetje in mijn schermpje houden. Een beetje meer af en toe, een beetje minder af en toe. Maar dat getalletje moet er steeds in blijven staan, zodat ik dat als gemiddelde blijf houden. Helder. Dan gaat we dwalen langzaam af van het onderwerp inspanningstest, maar dat maakt niet uit. Het is hartstikke interessant, want ik heb meteen een vervolgvraag. Dan komen we een coachvraag. Pacing, ben je ook dol op. Is dat dan een vlak getal voor die 3 uur en een beetje, Guido? Is dat gewoon beginnen op 2,90 en zo lang mogelijk vasthouden? Ja, in dit geval wel, want die marathon, ja, er gaat wel een paar bruggen over en zo. Ja. Dat is niet zo spannend. Nee. Maar voor een marathon lopen is even pacing, ja, hè, dus gelijkmatig blijven, jezelfde tempo blijven lopen, zorgen dat je ook je energie steeds binnenkrijgt, voedingsplan hebben we allemaal gedaan. Dat is het beste plan wat je kunt hebben. Oké. Okay. Want ik zie bijvoorbeeld in de hartslagwaardes altijd dat die dan langzaam zo op gaan kruipen over al die uren heen. Ja. Maar dat maakt dus niet uit. Ja, dat die drift krijg je altijd. Alleen, die zul je heel veel gaan krijgen als het ineens 25 graden gaat worden. Dat, ja, dat hoop ik niet. Niet, hè, het vooruitzicht op dit moment. Dat is niet het vooruitzicht, inderdaad. Dan krijg je gewoon veel meer drift. Maar een beetje drift zal er altijd zijn. En als dat binnen de 5% ligt, is dat niet zo erg. Nee. Maar Gerrit, die twijfelt nog of je zijn horloge gaat afplakken of niet. Nee, die tip kreeg ik van vriend van de show, Ed Blok. Die zei, tape over je horloge. Ja. Maar dat ga ik mooi niet doen als ik het hoor. Ik moet gewoon kijken of ik op een 2 Ja, joh, denk ik, waarom heb je dat anders zo goed geoefend? Hè? Ik probeer hem even on topic te houden, want ik ga precies zo nog een keer dan off-topic. Wil ik op mijn laatste even zijstapje. En dan weten we alles van die inspanningstesten. Heb jij dezelfde vraag in je hoofd als ik? Over insight. Dat is nog een vraag. Oh ja, we moeten het ook nog over andere methodes hebben. Maar ik heb namelijk nog eerst een algemene vraag voor iedereen. Ja. Namelijk, hoe vaak moet iedereen dit doen? En hoe vaak moet je dat dan doen? Laat me die eerste beginnen. Is het voor iedereen? Nee, natuurlijk niet, want niks is voor iedereen. Maar hoe weet je nou voor jezelf, hey, het is tijd voor mij om eens een inspanningstest te doen. Dit is iets wat bij mij past. Ja. Ja, de mensen die een inspanningstest willen doen, die willen ook iets ergens voor gaan trainen. Ja, je moet een doel hebben. Ze hebben een doel. Ik wil ergens voor gaan trainen en daar wil ik ook gewoon heel gericht mee aan de slag. En niet gewoon steeds, ik ga lekker gewoon elke lopen dag een. Ja, want dan hoef je ook geen waardes te weten. Dan ga je gewoon lekker op gevoel lopen en dat geeft je heel veel plezier. Ja. Als je meer gericht bezig wil zijn, je wilt gewoon ook op hartslagzones, snelheidszones, vermogenszones gaan trainen, dan moet je die laten bepalen. En dat kan door middel van een inspanningstest. Ja. Volgende vraag. Onderhoud. Ik heb namelijk 4 jaar geleden ingedaan.
Toen hebben we meteen een jaar later nog één gedaan. Maar er kwamen exact dezelfde waardes uit. Dus toen dacht ik, nou, dit is onzin. Dit hoef ik niet ieder jaar te doen. Niks verbeterd. Niks verslechterd ook. Maar nu was het 4 jaar geleden. En nu zagen we wel degelijk andere waardes. Ook andere tests natuurlijk. Dus niet helemaal vergelijkbaar. Maar hoe vaak moet je zoiets nou eigenlijk doen? Ik doe eigenlijk 1 keer per jaar de test. En dan toch wel? Ja, maar daar zit dus de tweede ook stuk. Ook die medische keuring bij. Ja. Die medische keuring, die gezondheidswaardes. Die wil ik gewoon elk jaar even in kaart brengen. Ja. Maar die verbetering wil je toch ook zien? Of zeg jij, maar die heb je niet nodig in een inspanningstest? Want... Nee. Nee, dat heb ik niet nodig. Dat is het voordeel, dat ik al die data verzamel van iedereen. Ja. Want daardoor heb ik dus dagelijks van iedereen waardes. En zo kan ik wekelijks, maandelijks de trend volgen van... we gaan de goede kant op. En degene die geen vermogensmeter heeft, die zal zeggen... ja, ik loop gewoon harder op mijn vaste afstandjes of mijn Rotterdamse gat. Of noem maar op. Of dat kan ook. Kilometer wedstrijdjes. Of mijn marathon in Rotterdam. Zal ik nu nog maar een bekentenisje doen? Ik denk dat er wellicht wat vaste luisteraars rollend over de vloer gaan nu. Guido, wat er zondag ook gebeurt. Wat mij betreft gaan wij nog wel een stukje door. En gaan wij verder met ons voorbereiden op triathlonnen. Dus dan moet er ook gefietst worden. En ik moet bekennen, ik ben volgende week jarig, jongens. Hè, 14 april. Ik heb en even. Wat ik heb, zit er in de cadeaubox? Ik heb even geprobeerd, koppig als ik ben. Zoals wij in aflevering 1 betogen. Lekker op de fiets blokjes te trainen op basis van RPE. En ik moet toch op mijn... vaststellen dat dat toch wel inderdaad lastig is in de relatie waar we toen met lopen op vermogen ook over dat Guido er niet bij is. Ik zat hele epistels te schrijven over hier had ik wind tegen en hier zat er een tractor op de weg en hier moest ik door een dorp. Laat me raden, je hebt een RPE-meter gekocht? Ik heb een RPE-meter gekocht voor heel veel geld. Ja. Lieve luisteraars, het wordt een Guido zit jagend in beeld. Jurgen blijft trainen op gevoel. Verdien jij daarop of zo, Guido? Deze jongen heeft 2 trappers met een vermogensmeter in zijn fiets zitten. Dit was de hele reden om die Slimmer Presteren podcast te beginnen ooit. Om mensen gewoon niet te snel of niet aan een vermogensmeter te helpen. Maar, Nou, ik moest wel lachen. Ik had vorige week contact met Martijn Hendricks van de Tweewielers podcast. Die behandelde dit onderwerp ook toevallig. En die wilde zichzelf ook zo'n ding cadeau doen. Schrok ook van de prijs, zoals ik al 2 jaar. Toen had hij Steven de Jong gebeld. En toen dacht hij, nou, dan zegt Steven de Jong vast wel, die moet je hebben. En ik zat als Slimmer Presteren podcast met mijn billen bij elkaar. Maar ook Steven de Jong had tegen Martijn gezegd... nee, jongen, als jij gewoon een recreatieve fietser bent... heb jij echt niet zo'n ding nodig. En dat klopt denk ik in hun geval ook. Want zij fietsen gewoon veel en voor de lol. Ja. Maar ik ga dat doe jij niet, hè? Nee, ik heb geen lol meer in. Ik zit met Guido Vroom mijn prestaties te verbeteren. Jij moet even je naam... Je bent geen mammel meer. Jij bent gewoon een hele super... Ik ben een wannabe topsporter. Ja. Dat zal het zijn. Ja. Je ziet hem wel lachen van oor tot oor, hè? Ja, nou, hij is er wel blij ik moet mee, er nog mee weg. Hè? Ik heb ze hier liggen al wel, maar ik heb ze nog nooit erop gehad. Ik vind het leuk, Gerrit. Mooie experiment voor de komende... Voor de podcast. Ja, toch? Zeker. Alles voor de podcast. Nou, daarover gesproken. Over experimenten voor de podcast. Wat? Wil je zeggen? Stapje inside nog? Ja, moeten we die inside nog even doen? Nou, hou vast. Er komt nog een experiment voor de podcast aan. Eén vraag van Johan Neven nog ooit. Ja. Die inside waar veel over geschreven op het internet... Wat is dat en waarom heeft dat nog een meerwaarde? Kun je dat kort uitleggen? Ja, inside test. En inside, dat schrijf je INSCYD. Oh, goed voor het googelen. Dat klinkt heel fancy. Toen het begon heb ik ook nog met Sebastian Weber, degene die dat hier in de markt heeft gezet, heb ik... het systeem ook getest en vaak mee gewerkt. Omdat ik een lab heb, heeft het voor mij eigenlijk... Ja, weet je, dat heeft voor mij weinig meerwaardes. Want ik kan al die dingen die een inside test kan bepalen, kan ik zelf in mijn lab. Je stapt een beetje over de basis heen. Want wat is het? Is het een alternatieve methode? Ja. Of waar hebben we het over? Nou ja, eigenlijk is het een methode waar je krijgt een protocol. Mm-hmm. Van iemand, van een, nou ja, degene waar je die inside test dan naartoe gaat sturen. Je hebt nodig voor het fietsen een vermogenmeter. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben ze nu ook voor het lopen, dan heb je goede GPS nodig. En dan moet je een protocolletje afwerken. En dat heeft eigenlijk te maken met de verschillende energiesystemen die je wilt bepalen in een test. Mm-hmm.
wat voor een test is het? Eigenlijk zit er een sprinttest in. Maximaal 20 seconden volle bak sprinten. Mm-hmm. En voor een fiets is het eigenlijk dan zitten blijven. Met alle testen gaat het om. Die dus alles hetzelfde doen, alles zitten in het zadel. Dus 20 seconden zittend sprinten. Dan zit er nog een 3 minuten maximaal test in. 3 minuten, dat weet je, dat gaat helemaal fout. Hè? Dat is het zuur komt uit je oren. Dat is je anaerobe motor die je hiermee test. Dan heb je nog een 6 minuten test. Daar komt je VO2 max. Even tussendoor, zei hij nou het zuur spuit uit je oren? Ja, je liet hem gaan, dat kan niet, hè? Maar goed, ik ga door, 6 minuten test, ja. Lactaat. Ja, ja. Lactaat, hey, ja, hallo. Als je nou, we moeten niet alle stokpaardjes van Vertevel hier de nek omdraaien. Okay. Goed zo. Maar dat was voor je anaerobe motor, want dan weet je, dan moet het echt alles eruit. Ja. Dan heb je 6 minuten, dat komt heel erg dicht bij je VO2 max. Ja. Inspanning, wat ik al zei, hè? Ja. Voor Niels van der Poel is dat zelfs 5 kilometer schaatsen. Maar dat zit op tegen je VO2 max aan. Dus daar heb je een VO2 max waarde. En dan hebben we nog, wat volgens mij hebben ze dan een 12 of een 15 minuten test. En dan zit je tegen je FTP waarde aan. Dus je hebt 4 testen waarbij je je sprintmotor, je anaerobe motor, je VO2 max motor en je FTP willen bepalen. Dat komt allemaal in een systeem, in een soort model. Calculator, model terecht. En daar bepalen ze dan allerlei zaken van, die onder andere zeggen hoe goed is je anaerobe motor, hoe goed is je sprintmotor, hoe goed is je, wat is je FTP, wat is je VO2 max. Ja, ja. Kort heb ik nog een review voor gedaan, een maand geleden voor een journal. En eigenlijk komt daaruit van, als je dat vergelijkt met labtesten, als je kijkt naar VO2 max-waardes die je uit deze testen kunt halen en FTP of maximale lactaat steady state, zoals we het noemen, die zijn heel goed. Hè, die komen ook heel aardig goed overeen met labtesten. Is ook niet zo raar, want ja, zo'n veldtest wat ze doen, dat komt daar precies mee overeen. Ze zeggen ook nog dingen over hoeveel vetverbranding. Wat is je maximale vetverbrandingsintensiteit? Wat is je maximale koolhydraatverbranding? Die dingen die ze daar ook nog bij halen, die zijn niet zo betrouwbaar, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Want het bewijs daarvoor is heel dun. En dat kan echt alle kanten op gaan. Dat kan wel kloppen bij iemand, maar het kan ook helemaal miszitten. Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Hey, en dan toch even, ik bewaak hier even de basis. Dit is een alternatieve methode waarvoor je dus geen lab zou nodig hebben. Dat is even de introductie die ik miste. Waardoor precies, je dus zelf je met je eigen in spullen het in het veld een inspanningstest kan doen. Of binnen op je indoor trainer kun je het ook. Maar je doet zelf de test uitvoeren. Die data van die test, die file, die stuur je op naar een trainer of coach die eigenlijk op afstand zit. Deze dingen doet. Ja. Die kan die file dan via zijn eigen coach account uploaden, die betaalt een x bedrag aan Insight. Ja, en de atleet betaalt een flink bedrag aan de coach. Ja, helder. Maar dat is in onze relatie natuurlijk ook. Hè. Bij jou betaal ik ook voor een inspanningstest. Ik bedoel, dat hoort erbij. Dat kost geld, dus arbeid en spullen en licenties. Dat is zo. Ja. Maar zeg maar, daarom was het ook voor mij heeft het toch geen meerwaarde als ik daar ook weer, als ik mijn eigen lab heb waar ik dat kan doen en ik zou het aan iemand anders moeten betalen met dezelfde. Behalve als jij op een dag internationaal gaat en met atleten uit Zweden en uit de hele wereld zou moeten werken die je niet naar je lab wil vliegen. Ja. Ja, dan zou het kunnen. Ja. Ja. Dan toch in het kader van innovatieve methodes hebben we ook een kleine cliffhanger gemaakt een paar afleveringen terug. Want terwijl ik bij jou aan het testen was op jouw traditionele, conventionele, normale manier, kreeg ik ook nog een ander innovatief apparaatje om mijn bovenbeen, waarvan je zei, hey, die gaan we ook even testen. Wat was dat? Ja, de NIRS. De NIRS. Oftewel de nier-infrared spectroscopie, of bijna rood-infrarood spectroscopie. Ja. En dat is eigenlijk een sensortje die je dus op je bovenbeen, die meet eigenlijk hoeveel zuurstof er gebonden is aan de spiervezels of aan het hemoglobine in de spier. Ja. En naarmate je heel veel zuurstof nodig hebt, dus je gaat heel veel arbeid verrichten, je onttrekt dat vanuit het hemoglobine, want de spier heeft het nodig. Ja.
zal dat getal zakken. Ja. En dat neemt steeds. En je zag ook, we hadden een plaatje daarvan. Heb ik je later nog gestuurd. Je ziet hem langzaam van 10, 11, 12, 13, 14 zie je hem zakken. En boven de 14 zie je hem nog erger zakken. Want, zie je diezelfde knik weer. Ja, ja daar gaat eigenlijk de zuurstofconcentratie veel harder omlaag. Ja. Dus dan schiet een beetje eigenlijk de aanvoer van bloed waarschijnlijk tekort, waardoor de extractie flink omhoog gaat. De vraag van zuurstof door de spieren, omdat je hier heel veel arbeid moet verrichten, is groot. Ja. Ja. Maar de aanvoer schiet tekort. Ja. En dus krijg je een steeds groter verschil. Hey, en jij zag dus eigenlijk op een vergelijkbaar moment de knik. Dat gaf hoop. Is dit nou gewoon een nieuwe, een alternatieve, een quick and dirty inspanningstest methode? Is het zover al? Ja, dat gaat zeker zo komen. Ik werk met die jongens van Train Red, zo heet het apparaatje. Werk ik nou samen. En dat komt zelfs, wat ik al zei, met het mobiele ademgasanalyse apparatuur, die V2 Master. Oh, ja. In de app van de V2 Master komt de mogelijkheid dat ik die sensor, die Train Red sensor, kan koppelen. Dus dan heb ik eigenlijk in één apparaat al meteen alles tegelijk van alle data. Exact. En ook hier dus weer, dit is mobieler, kleiner, minder invasief misschien. Ik bedoel, het ging prima met het masker en die plakkers, maar het was wel heftig. En dit is gewoon een bandje om je been wat je eigenlijk niet eens voelt. En dat is dus ook een manier om toch weer op zoek te gaan naar die drempels. Ja, klopt. Hey, en dat gaat dus allemaal over bloedcirculatie. Ik probeer maar weer een bruggetje te zoeken, want kijk op de klok. Lieve luisteraar, ik hoop dat je een lange duurloop voor de boeg hebt. Misschien een marathon. Maar ik ga geen podcast tijdens mijn marathon opzetten. Maar Jurgen, ik weet niet of je me al een tijdje hier hebt zien staan in de studio. Ik zie een doos. In het beeld van camera 3 zetten. Is dat je vermogensmeter, Dit is Gerrit? Niet de vermogensmeter. Dit is wel een pakketje wat hier gisteren binnenkwam. Jeetje. Naar aanleiding van de aflevering van 2 weken geleden over de verzwaringsdeken. Aha. Waarin jij toch tussen neus en lippen bekend dat jij regelmatig uren wakker ligt. Klopt. En ik kreeg een berichtje op Instagram van Manon van Elk. En die zei, nou, ik hoorde dat. Ik schrok daar best wel van. Ik zei, ja, ik had het toen op de bank niet zo door. Maar wel heftig. Dus er zijn erg veel mensen betrokken bij jou en bij onze podcast. Vind ik fijn om te horen. Ik ben heel benieuwd. Dus ik ga hier nu live dit pakketje openmaken. Het komt uit de buurt van Nijmegen. Even nog een vraag. Ben jij bereid om voor de podcast ook in je blote bast op te treden? Ik doe dat in de inspanningstest. Mensen die dat willen zien. Want anders wil ik hier jou nu een cadeautje uitreiken. Ja. Om de komende tijd eens uit te gaan proberen. En wellicht daar binnenkort een aflevering van te maken. Het moet niet veel gekker worden. Dit is een flowy, staat erop. Ja, heb je al een idee wat het is? Geen idee, iets met een bloem. Nou, alsjeblieft, deze is voor jou. Hij is niet zwaar. We mogen hem allebei gaan proberen, zei Manon en Tamara. Wat zie je? Beschrijf even aan onze luisteraar. Ik zie een, noem het een... Ja, dus een matrasje wellicht. Met een gladde kant. Met ja, een bloem daar op, gaat het niet om. Dat is de aankleding. De andere kant, ja, daar zitten plakkertjes op. Ruwe plakkertjes. Ja. Voel eens even goed met je hand. Om te scrubben. Jezus, dat zijn pittige doorntjes. Ja, je zou het ook spijkers kunnen noemen. Ja. Dit, Jurgen Tevelen, is een modern spijkerbed. Spijkerbed. En Manon en Tamara van Flowy, die vonden het zo lullig dat jij zo slecht sliep. En hier zei ik beter slapen. Daar hebben wij wel dit wat voor. Dit is van, als je dan toch wakker bent, ga dan maar op een spijkerbed liggen. Ja, dit is een spijkerbed. Wil je hem even voor mij nu live testen? Leg je microfoon maar even weg, dan zal ik wat vertellen. Maak hier een beetje plek. Ik dacht, dat is toch hilarische content om jou hier live... Ik pak hem uit. Op een, daar horen ze niet meer, want je hebt je microfoon dicht. Ik ga een beetje plek maken. Even de boekenstapel aan de kant. Je moet even niet voor de camera gaan staan, maar dan kun je hier mooi op jouw plank, of op jouw plek op de bank, even je spijkerbed neerleggen. Het idee is dat je voor het slapen gaan jezelf ontkleedt. Manon zei wel, in het begin wil je misschien... Je moet niet voor camera 3 gaan staan. Want je moet... daar is de camera. Ja, mag je shirt wel nu even een keer aanlaten. Misschien moet je maar gewoon leggen alsof je erop gaat zitten. Maar het idee is, je gaat dus ontspannen. Want anders kun je niet op een spijkerbed liggen. En dan ga je daar een minuut of... je gaat nu zitten. Pak je microfoon, vertel eens wat je voelt. Ik zit op... Je hebt gewoon een spijkerbroek aan, dus dat voel je niet. Nee. Ja. Maar je rug? Nou, lekker. Shirt uit? Mee? Durf je dat? Shirt uit, ja. Shirt uit.
Kijk eens. Dus, even kijken wat het zo. Dit is al andere koek. Ja. Prikt het? Prikt zeker. Ja. Is het lekker? Nou, nee. Nee. Het idee is dus, ga nou eens 's avonds voor het slapen gaan. Om te beginnen, 1 minuut of 10 zijn we dan. Ja. Rustig, ontspannen, op het spijkerbedje liggen. Dan is de belofte dat deze spijkers de uiteinden van jouw zenuwen prikkelen. Dat voel jij volgens mij nu wel, of niet? Mm-hmm, zeker. Ja. En dat zou dan enorm de doorbloeding op gang brengen. Mm-hmm. Waardoor allerlei afvalstoffen worden afgewerkt. En waardoor, nou, allerlei claims. Dan heb je wel een rood bed. Heb je misschien een rood bed? Ik zei tegen Manon, ik vind het hartstikke leuk als je het opstuurt. Maar belofte van onze podcast is wel, we willen het met liefde uitproberen. Ja. Maar we gaan natuurlijk wel uitzoeken wat de wetenschap hierover zegt. Want dit is het idee dat ik dan niet om 3 uur, 4 uur meer wakker word. Omdat dan de afvalstoffen zijn er niet meer. Jij bent die mij wakker houden. Je gaat dieper in slaap. Je gaat slapen als een baby. Ja, dat is het idee. Maar al die gedachten die ik heb om 4 uur 's nachts van... Hey. Oh, Gerrit heeft een vermogensmeter gekocht. Dat soort dingen. Dit is niet de aflevering over de spijkermat. Maar de belofte bij deze... Laten wij hem allebei eens een tijdje gaan proberen. Laten wij op zoek gaan naar de wetenschap erachter. Laten wij op zoek gaan naar topsporters die dit gebruiken. Die zijn er, zijn we nog. Oké, ben benieuwd. Dan hebben we volgens mij ons klassieke driehoekje rond. Ja. Toch? Wat wij hier doen in de podcast. En dan gaan we ook... Muziekje van de Fakir van Efteling erbij. Ja, precies. Leuk. Dus dan kunnen wij over een aantal weken, ik denk nog wel in seizoen 5, maar het zal ergens in mei, juni worden, een mooie aflevering rapporteren over de spijkermat. Wat vind je ervan? Nou, super. Dankjewel, dames. Ja, leuk toch? Zeker. Ik vond het ook heel leuk. Uiteindelijk is Manon dan weer een kennis van Jerry Cornelissen. Ken je nog wel? Ja. Jerry, we hopen jou natuurlijk te zien op 21 mei. En dan is de cirkel weer echt rond. Dan begonnen we... Ik val bijna in slaap, joh. Nou, dus, blijf lekker jezelf prikkelen. Volgens mij zijn we compleet, toch? Over de inspanningstest. Ik ga... Coach, de belangrijkste les uit oktober was natuurlijk... Doe geen experimenten. Dus ga ik nou de komende 2 avonden wel of niet op de spijkermat voor Rotterdam? Ja, dat mag je zelf natuurlijk al invullen. Je geeft het antwoord net al. Ja, precies. Dus ik ga vanaf maandag op de spijkermat liggen. Ik zou inderdaad na de marathon, als je gelopen hebt, dit meteen gaan doen. Als je dan de volgende dag geen spierpijn hebt, ben ik om. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, en mijn compressiesokken aan en chocomel drinken en alle belangrijke dingen natuurlijk. Leuk. Wat ik maar wil zeggen. Wij vinden het ontzettend leuk dat we contact maken met mensen die luisteren. Dat doen we op een aantal manieren. De belangrijkste manier is natuurlijk dat we jou willen ontmoeten bij de opnames van onze 100ste aflevering op zaterdag 21 mei hier in Leersum. Jurgen, jij zei van de week tegen mij, ja, het moet ook wel een beetje leuk worden. Ja. Hè? Want we gaan dan koffie drinken en we gaan toch een opname. We gaan het hebben over placebo-effect. We gaan samen sporten. Maar toen zei je, 2 uur in theater, wordt dat wel leuk? Nou, wat gaan we doen om het leuk te maken? Een quiz. Ja, toch? Yes. Een slimme verzeren podcast quiz. Zeker. Hè? Ja. Shirt uit, zegt Sander al. Sander, die mysterieuze Sander waar we hier wel eens aan refereren, die is er ook bij. Zaterdag 21 mei, die kan je dan ook in levende lijven zien. We gaan 's middags sporten. Mountainbiken met Guido. Toch Guido? Leersumse treks? Ja. Rondje hardlopen met mij. Rondje wielrennen over de Heuvelrug Classics met jou, Jurgen. Ik denk een soort petje op, petje af quiz. Ja. Of ren je rot-achtig. Leuk. Een soort pubquiz-achtig ding. Ja, gaan we doen. Sander zei al, misschien kunnen de mensen met mij wel wandelen. Of gewoon koffie drinken als je geen zin hebt om te sporten. Dat is ook een scenario. Dus als je het nog niet gedaan hebt, ga razendsnel naar onze webshop. www.slimmerpodcast.nl/webshop. En kijk of jij nog één van die schaarse tickets... Want 100ste aflevering, maximaal 100 tickets. Vorige week was de eerste helft al weg. Dus ik hoop dat de tweede helft net zo snel gaat. Zorg dat je een kaartje bemachtigt en kom er lekker bij. Mocht je nou er niet bij kunnen zijn, het is ook een opname. Dus een deel daarvan ga je natuurlijk terug horen in aflevering 100. En we vinden dit soort dingen leuk, hè? Mensen die ons vragen stellen, mensen die ons dingen sturen om uit te proberen. Je kan ons op verschillende manieren bereiken. Via de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. En die kun je hartjes geven, die kun je retweeten. Of daar kun je natuurlijk onder reageren. Je kan ons ook een DM'tje sturen. Of je kan ons op de website reageren. www.slimmerpodcast.nl vind je van iedere aflevering een link. Die kan je dan natuurlijk ook weer delen voor andere mensen voor wie dat ook interessant is. Bijvoorbeeld mensen die denken, moet ik nou wel of niet een inspanningstest doen? Nou, stuur deze link maar eens even naar ze door. En je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Nou, we hebben van de week, een paar weken terug, weer een goede poging gedaan om wat oude mails te beantwoorden. Hè. Ik zeg er altijd bij, soms blijft het even liggen. Het worden inmiddels ook aardig wat mails zo. Ja.
En we vinden dat dus superleuk. En dus zie het niet als desinteresse als je niet meteen antwoord krijgt. We lezen het allemaal, maar soms moeten we even tijd vinden om een goed antwoord te sturen. Daarmee komen we aan het einde van deze lange, maar rijke en gevarieerde aflevering, volgens mag mij. Mag ik eraf nu? Wil je eraf of begin je te wennen? Nee. Kun je er nog af? Hij zit vastgeplakt. Hij hangt, het zijn geen weerhaken, hè, die spijkers. Hij hangt in je rug. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik maak zo wel een foto, zet ik op de socials. En Guido, fijn dat je er weer was. We gaan volgende week elkaar spreken. Wederom in een aflevering met z'n drieën. Waarin we de debrief gaan doen. Hè? Gaan we eens even terugblikken op Rotterdam. Ja. Lijkt me leuk. Tot dan. Joe. Hoi. Hoi. Succes zondag, Gerrit. Dankjewel. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.